allemaal. Ik heb weer een enorme bak opgemaakte producten. Kortom, tijd voor mijn opgemaakte producten van de afgelopen maand. Van de maand oktober. Het is echt een hele hoop, dus laten we maar gewoon snel beginnen. Als eerste een maskertje. Dit is het Dr. Van der Hoog Beauty Bamboo & Green Tea Masker. Voedend en beschermend. Dit vond ik wel oké. Niet heel boeiend. Prima. Maar ik denk niet dat ik deze vaak koop. Ik vind een aantal andere fijner. Misschien zitten er trouwens nog wel meer maskers in. Dan iets wat al heel lang zeg maar zo goed als op in mijn kast stond, is deze. Dit is de Lush Ultra Blend gezichtsreiniger. En dit is een, even kijken hoe zeggen ze dat. Het is een rijke zachte crème op oliebasis en die reinigt alle huidtypen grondig. Wat je hierbij doet is je doet een beetje op je vinger, je brengt het aan op je gezicht. En door de warmte zeg maar wordt de crème vloeibaar. En daarna spoel je het af, het allemaal, je hele gezicht maak je schoon. Ik doe het met een washandje, want dat werkt makkelijk. Vind ik op zich een hele fijne manier van je gezicht reinigen. Het voelt heel, het voelt heel weldadig of zo. Maar het is ook wel een gedoe, want je hebt nog meer was. Ik heb al zoveel was met Niels, want je hebt al die washandjes en zo. Dus ik ben daar een beetje dubbel over. Daarbij is het best wel duur. Dus ik vind hem super fijn, maar ik weet niet of ik hem nog een keer zou kopen. Gewoon omdat het gewoon best wel een fijne, maar ja, best wel, ik vind het best wel een intensieve manier van reinigen. Eigenlijk een beetje gek, want je doet alles wel in één keer. Je ogen en je gezicht, zeg maar en zo. Maar ja, nou, misschien toch ook weer wel, want ik vind hem wel, het is wel echt een hele fijne. Dus deze, de Lush Ultra Blend. Dan een mascara. Misschien zit er nog wel mascara in trouwens. Ik heb een video gemaakt waarin ik mijn stash opruim. En zo kwam ik een mascara tegen die al enige tijd bijna leeg is. Dus hoog tijd om hem weg te gooien. En dat is de Extreme Black Volume Colorist Mascara van Rimmel. En dit is een mascara die je wimpers donkerder zou maken. En dat vond ik natuurlijk bijzonder interessant. Want ik vind het fijn om mijn wimpers donkerder te hebben. Dit is het borsteltje, een vrij groot, maar verder niet heel bijzonder borsteltje. Het lijkt trouwens of hier nog iets van spul aan zit, maar er komt echt heel weinig nog maar vanaf. En daarbij is hij nu gewoon, heeft hij te lang gelegen. Dus deze mascara, hij maakt je wimpers inderdaad wat donkerder, maar ik vind de mascara zelf niet heel fijn. Dus ik heb hem wel in de zomer bijvoorbeeld gebruikt, omdat ik zoiets had, dan weegt dat, zeg maar, weegt dat het wat kleurt zwaarder dan dat ik de mascara fijn vind. Het is ook niet zo het effect van als je wimpers echt laat verven in een salon of zo. Dus het doet wat, maar ook niet. Ja, ik heb er een review van gemaakt, ook met voor- en na-foto's. Dus kan je het zelf beoordelen. Als ik eraan denk, zal ik die hieronder even linken. Dan deze. Dit is de Dove Crème Mousse Hypoallergenic Body Wash. En dit zijn eigenlijk van die body washes die ik ook graag meeneem op vakantie. Ik vind het hele fijn. Dit is de Pure and Sensitive. En ja, ruikt gewoon een beetje frissig, dolvig, niet heel spectaculair. Ik heb echt extreem veel douchegel om een of andere reden. Maar dit was ook, het was zo'n restje wat dan nog lag. En ik dacht, dat moet ik nu een keer opmaken. Deze, nou, die heb je 100 keer voorbij zien komen. De Rituals, The Ritual of Dao, Balancing Foaming Shower Gel, love it. Wat ik al eerder zei, ik vind mijn koekjes ruiken. Die mening deelt niemand, maar ik vind dat. Dan, mijn Hourglass Ambient Lighting Powder in Dim Light. En nou ja, die is gewoon op, zoals je ziet. Ja, er zit hier nog een heel klein hoekje, maar dat krijg ik er niet echt uit. Want het is, zoals je ziet, best wel een kleine verpakking. Ik heb nu de grote variant. Ik vind het echt een prachtig, prachtig poeder. Ik heb hem nu ook op. Ik heb hem eigenlijk altijd op. Ik vind het echt super mooi. Het geeft, het zet zeg maar al je producten die je op je gezicht hebt gesmeerd. En het geeft een hele mooie natuurlijke glow. Het is ook fijn met een droge huid, want dat heb ik. En het wordt dus niet te poederig. Prachtig, prachtig, prachtig. Dan, mijn lievelingsserum. Er zitten heel veel favorieten in. Dat is wel heel duidelijk nu. Dit is het L'Oreal Youth Coat Serum. En dit vind ik een fantastisch serum. Helaas heel, heel lastig te krijgen. Deze heb ik ooit een keer ergens online besteld. Ik heb nu eentje. Een Italiaanse die in de Italiaanse supermarkt. Die ik in de Italiaanse supermarkt heb gevonden. Maar ik vind het echt fantastisch serum. Als je er ooit
eentje ziet. Laat het me ook vooral weten waar jij hem hebt gevonden. Dat zou ik heel fijn vinden. Maar ook dan zou ik hem zeker eens proberen. Het is rond de 30 euro. Maar het is echt een heel fijn serum. Ik gebruik hem echt elke dag. Dan, kijk hier, nog een maskertje. Dit is het Dr. Van Hoog Outrageous Oxygen Masker. Klein masker, verfijnt fijne lijnen en geeft energie. Nou, dat weet ik niet of dat het allemaal doet. Maar het is, dit vond ik wel een fijn masker. Ik moet wel zeggen dat dit zeg maar, voor mijn droge huid niet het allerbeste is. Maar ik vond deze wel fijn. Ik hou ervan dat het zo hard wordt en krakerig. En, ja. Even kijken. Dan de Ethos Make-up Fixing Spray. Daar heb ik inmiddels ook alweer een nieuwe van staan. Dit is een hele fijne budget-proof fixing spray, setting spray, hoe je het ook wil noemen. Dit is de long-lasting variant. Ik vind de hydraterende ook fijn. Ik vind ze eigenlijk hetzelfde. Dus het maakt mij niet zoveel uit welke van de twee. En deze gebruik ik gewoon door de week als het niet heel erg is. Als mijn make-up een beetje, als ik ook niet heel extreme dingen doe, zeg maar. Als ik uitga, dan gebruik ik liever de Urban Decay of de Smashbox. Maar voor gewoon dagelijks gebruik is dit helemaal prima. En ik vind het ook wel goed, je kan hem echt bijna helemaal leeg sprayen. En dat lukt niet altijd met die dingen. Dus top. Oh. Ik weet niet of jullie dit hoorden, maar dit is Nijntje die in een vliegtuig zit. En die maakt af en toe uit zichzelf geluid, ook al ligt hij in een doos. Geen idee. Ook een uit mijn opruimmissie. Deze, dit is de Essence Kabuki. Mijn lievelings, ik zou niet weten wat ik zonder deze kwast moet. En ik had nog een backup liggen en ik dacht, deze is echt wel toe aan vervanging. Want ik heb hem al zo vaak gewassen. En nu voel ik ook, nu ik vervanging heb, weer van, oh, en die is zoveel zachter. En ja, het was gewoon tijd, maar fantastisch. Dan de oogschaduwbasis. Dit is de Catrice Prime & Fine Eyeshadow Base. Hele fijne oogschaduwbasis. Eigenlijk net een beetje, net zoals een beetje de setting spray. Die gebruik, deze gebruik ik gewoon door de week. En als ik echt all out ga met make-up, dan gebruik ik Urban Decay Primer Potion of de Too Faced Shadow Insurance. Maar door de week gewoon dit. Werkt prima. Dan. Dit is de Catrice Smoky Matte Powder Liner. En dit is een... Oh, daar gaan we weer. We stijgen weer op. Ga je mee op reis? Dit is een beetje een wonderlijk product. Het is een soort sponsapplicatortje met poeder. Waardoor je hele mooie smoky ogen krijgt. En het concept is prachtig. Het probleem is alleen, je moet het echt doen voordat je je gezichtsmake-up doet. Want het heeft ontzettende fallout. Dus, en dat vergeet ik altijd. En dus irriteert het me, want dan heb ik het weer aangebracht. En dan zit ik weer helemaal onder het zwart onder mijn ogen. Dus vandaar dat ik hem weg doe. Maar het is wel een fijn product. Als je gewend bent om eerst je ogen te doen en daarna de rest. Maar het zit niet in mijn systeem en irriteert me. De HEMA handzeep. De Happy Freshness variant. Om een keer voorbij zien komen. Deze ken je ook wel. De L'Oreal Elvive Total Repair Extreme. Gebruik ik heel graag in mijn haartjes. Oh, ik heb ze trouwens geknipt. Mocht je het nog niet hebben gezien. Ik heb ze weer even lekker laten. Iets korter. Nou, daar is al best wel zo'n stuk vanaf weer. Voor mij is dit een lange bob, maar het is natuurlijk eigenlijk net iets langer dan een lange bob. Maar denk met me mee. Dan nog een douchegel. En dit was ook zo eentje die al bijna helemaal op was en die ik nog even heb opgemaakt. Dit is de Nivea Water Lily en Oil Shower Gel. Vind ik echt een heerlijk ruikende, beetje romantische, frisse lucht. Ik hou er wel van. Een zelfbruinende spray. Dit is de L'Oreal Sublime Bronze Express Pro droge zelfbruinende mist spray. Helemaal vol. Niet mijn favoriete zelfbruiner, want dat is die van Garnier. Maar die is er niet altijd en dan is dit een prima alternatief. Er staat anti-strepen. Nou ja, als je het echt goed kan aanbrengen is het zo. Maar ik ben echt een... Ik gebruik heel vaak zelfbruiner, vooral mijn benen. En zelfs ik heb af en toe strepen. Dus ja, maar goed, dat kan ook aan mijn talent liggen. Een proefmonstertje. Dit is de Dior Skin Forever Fond de Teint Foundation. In de kleur 030, medium beige. Iets te donker voor mij, dat wel. Maar ik vond het op zich wel een mooi foundation. Ik denk niet dat ik hem koop, maar ik vond hem wel mooi. Dan... een heel eentje die ik al heel lang heb staan. Dit is de Albert Heijn Handcare Nagellak Remover.
Ik denk niet dat ze deze nog hebben. Maar ik vond hem wel fijn. Dit is zonder, degene zonder aceton. En wat ik eigenlijk vaak doe is als ik gekleurde nagellak op heb, dan doe ik het snel in zo'n potje. En dan doe ik de restjes met deze. Of als ik gewoon blanke lak heb, doe ik even snel met deze. Ik heb er niet echt een systeem in. Scheermesjes. Deze van de Hema. Fantastisch. En dan de Venus Embrace. Oh ja, deze oogcreme. Deze vind ik heel fijn. Dit is de Kruidvat Skin Science oogcreme. En dit vind ik echt een hele goede, fijne, basic oogcreme. En het zit in een potje. Dat is het enige wat ik het nadeel aan vind. Maar hij is wel echt lekker dik en voedend zonder dat hij op je huid blijft liggen. En ja, ik vind het zeker voor herhaling vatbaar. Ik heb nu een ander, maar ik denk dat ik deze nog wel een keer opnieuw zou kopen. Vattenschijfjes van Kruidvat. En dan nog van Sven 2 tandpasta. De eucalyptus en de mint en green tea. Moet er niet aan denken. Nivea for Men Deo. En Nivea for Men Sensitive douchegel. En tandenstokers. En dat is het. Hè? Dat is alles wat ik heb opgemaakt. Volgens mij een enorm lange video geworden. Maar wel met een aantal favorieten van mij. Ik kom niet meer uit mijn woorden. Het is een drama. Ik heb een beetje weinig geslapen vannacht. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je snel. Doeg! En dit masker, als ik onrustige huid heb, dan is dit een van mijn echte saviors. En